En de oudste schouwburg van Suriname, Thalia, is in noodweer. De schouwburg is een heel oud gebouw en bij controle is gebleken dat er ernstige problemen zijn met het dakpand. Renovatie hiervan is dus een must vanwege instortingsgevaar van het dak. Het toneelgenootschap Thalia is daarom bezig met een fondswervingscampagne, Save Thalia. In dit kader organiseert ze morgen een groot benefietspectakel in het NIS. We gaan nu naar het NIS, waar Carla Boetius standby staat om ons een kort verslag te brengen van de technische centrale die gehouden wordt. En ik zie Carla. Carla, hoe is het daar? Je bent al daar. Kijkers, dankjewel Horacio. En welkom bij deze live uitzending vanuit het NIS, waar morgen een geweldig benefitconcert gehouden zal worden. En het thema is Save Thalia. Daarom zijn we nu hier bij de technische generale die op dit moment plaatsvindt. U hoort het aan het geluid. En de regisseur en producer die is heel erg druk bezig. Maar we gaan even inbreken en kijken of we met hem kunnen praten. En dat is niemand anders dan de welbekende heer Ivan Tayapin. Roewee, kan je naar voren komen? Ja, Ivan, goedenavond en welkom bij het ATV Nieuws. Goedenavond. Ivan, morgen vindt hier dus de technical generale plaats en morgen een geweldig benefit spektakel. Maar de mensen moeten iets weten en dat is dat per 1 februari Ivan Tayapin is aangesteld als de interim directeur van Thalia. Gefeliciteerd. Dankjewel. Yes. En nu neem nu de kijkers mee. Zo'n benefit spektakel morgen. Wat kunnen ze verwachten? Ze kunnen van alles verwachten. Je moet je voorstellen, we hebben mensen als Clifton Braam, Roy Verveer helemaal uit Nederland gekomen om Thalia te zeven. Janine Laros, Borge Breveld, Nisha Madaren, Art Lab, Asago, Humphrey van Hette, Gerald Vierklauw, Jolanda was er daar. Art Lab, On Stage Performing Arts, iedereen is hier aanwezig. Dus iedereen moet hier komen om Thalia te zeven. Samen gaan we Thalia zeven. Artiesten bundelen, komen bij elkaar om kunst te zeven in Suriname. En wat is mooier, we zijn een land van kunst, dus we moeten het zeven. En de namen die ik je heb horen noemen, zijn allemaal mensen die eens hebben opgetreden in Thalia? Ja, alle mensen hebben hier opgetreden. Er gaan totaal 350 mensen gaan in totaal op het podium verschijnen. Voor mij is de jongste 5 jaar. En tot bijna 80 jaar. Dus dat belooft wat. Allerlei culturen, allerlei mixen. Artiesten zijn bij elkaar gekomen, collaborations. We hebben Ferdi Hart, Raoul Groenhaard, die samen met Art Lab, hip-hop, jonge dansers ook iets gaan doen. Kijk, ze zitten daar. Ja, kijk, hij is daar in het zwart. Ja, Ferdi Hart is daar. Oh, Ferdi, even wuiven met je mensen. Met Suriname. We zijn live, mensen, we zijn live. Mag ik jullie horen? We zijn live! Suriname, we zijn live! Geweldig! En Roy Verveer, heel bekend, heel populair en toch zeg je, ik doe mee aan dit. Dat is geweldig. Ja, maar alsof ik een keuze had. Nee, maar Thalia, het dak staat letterlijk op instorten. Als ik hier speel, speel ik het liefst in Thalia. Waarom speel ik niet in Thalia soms? Omdat dan er iets is met Thalia. Ja. Thalia, moet je begrijpen, is de enige plek waar je een behoorlijk goede theatershow kan maken. Het is gebouwd ervoor. Alle andere plekken waar we staan is geïmproviseerd. Dan moet je het geluid en dit en mensen klagen. Geluid no boom. Nee, omdat we niet een plek hebben waar alles klopt. Thalia is de enige plek waar alles klopt. Het podium loopt zo. Balkon. Het is rond. Dat is Emma Wanomowabi. Ja. En belangrijk is voor jou dat je een goede interactie hebt met het publiek. Ja, en dat is Thalia. Dus als we die moeten redden, dan vlieg ik over. Dan kom ik. En het is geen probleem om naar ze te komen dan. Helemaal maar. Roy is hier. Jullie hebben nu de gelegenheid de mensen op te roepen. Ze moeten erbij zijn, hè?
Lieve mensen van Suriname, ik weet niet meer hoe ik het moet uitleggen. De nood is aan de man. Zonder cultuur in een samenleving heb je niks. Mensen onderschatten hoe belangrijk cultuur is voor een samenleving. Als kleine jongen weet ik nog bij Begwa, Roynanga de Fufurman. Ik weet niet of je het kent. Dan ging je met de school. Borger speelde erin. Borger speelde erin. Borger is speelde ook. Nee, Roy. Of Fufurman, zo maar erin. Je bent afgoed. Je bent afgoed. Roynanga de Fufurman. Moet je nagaan, dan gingen we klassikaal met de school, met de bus. En wat leerde je? Slechte vrienden kunnen slecht voor je zijn. Je leerde iets. Theater is zo belangrijk. Ik woon in Nederland. Ik zie moe mijn kinderen als kind al naar het theater basisschool. De mij leerde maar theater, Chaguas Coro. Je leert hoe mensen, if you naap cultuur in je samenleving, heb je een groot probleem. Echt waar. En dat moeten mensen niet onderschatten. Nou hebben we maar één theater. Eén. Anotakim onderhoofd, 35 theater. One omo. Laten we het doen. Laten we het voorbeeld geven. En mensen vragen ook, wat is mijn actie meer? Maar dat pa monego, maar dat wie en dat hoe. Dadelijk over 3 jaar. Nog 3 jaar. Noa dak moest Mickey. Nu moeten we het samen doen. Alle artiesten zijn gebundeld. Even naar rivalen of niet. Ze hebben allemaal ingezien. We moeten nu samenwerken. Het heeft geen zin. Voor nog doen niks. Dus. Dankjewel. Ja, mijn eerste stuk was Akulipje dan Ablakaboy. Ik ging als een kleine jongen daar en ik zag mensen rennen achter elkaar. En volgens mij is dat het stuk wat het meest heeft gedraaid in Thalia. Dus Thalia is een deel van ons, is in ons hart. Thalia is Suriname. En mensen kunnen hun kaartjes kopen bij Sus en Zo, bij Optiek Dinan in de Hermitage Mall. En natuurlijk hier ook voor de deur. Maar koop je kaartje op tijd, want de karta is goed. De Maigwe, koop je kaart altijd. Kijk het podium, heel Suriname doet mee, 350 mensen. Ja. Volgens mij is het de grootste show ever. Hoor. Met de meeste artiesten, met de meeste lokale artiesten. Volgens mij is er nog nooit een show geweest met zoveel Surinaams talent op één podium. Maar ik vind dat Borger ook, dat moet zeggen. Zoveel Borger gaat ook optreden. Nee, dit is naar lobby. En ik vind dat ik mee moet doen, net zoals alle anderen die een steentje bijdragen. Omdat we Thalia niet kunnen missen. Maar als je dat niet hebt, dan ben je verloren. Je kunt niet alleen maar politiek. Isabi. En je moet als mensen ook niet wachten. Je moet zelf ondernemen, artiesten ondernemen zelf nu. En creëren zelf hun plek in de maatschappij. Okay. Ja. Nou, dankjewel, de grote drie. Nou heren, heel veel succes. Dankjewel. We geven nu terug aan Horacio, maar u heeft het gehoord. Dus de generale die gaat nu hier plaatsvinden, de technische generale. En Horacio, nu aan jou om de mensen verder op te roepen. Terug naar Horacio. Oké, dat was dus Carla Boetius live vanuit de NIS. U allen wordt natuurlijk ook uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het behouden van Thalia. En dat is de oudste schouwburg van het Caribisch gebied. Tevens het enige Nederlandstalig theater op het westelijke halfrond.